Ja, het is schrikken als je die rechter hoort zeggen dat je toch 3 maanden met uitstel krijgt. Gelukkig is het met uitstel. Maar het is wel nog steeds een straf. En dit komt ook op mijn strafblad. Dat is waar met de Reuzhommers ook niet gebeurd is. Zij hebben niks op hun strafblad. Hij is volledig blanco gebleven. Op de mijn staat er nu dat ik een gevangenisstraf. Het is kut, hè. Het is vreselijk. Ik ga dit voor de rest van mijn leven meedragen, maar ik zie dat niet als iets slecht. Ik ben trots op wat ik heb gedaan. Het staat op mijn strafblad. Ik ga er voor de rest van mijn leven naar herinnerd worden wat er hier gebeurd is. Is dit nu het einde? Teken je beroep aan? Dat ik nog een keer moet me spreken met mijn advocaat, maar wat ik hier vooral van onthouden heb, is dat de weg naar hier is ook super duur. Dat kost ook geld. En nu nog een keer die boete erbij. Ik weet niet of ik in beroep moet gaan, want misschien is het ook wel goed als dit gewoon afgerond wordt. Ik heb mijn punt al duidelijk gemaakt in juni. Dit is de nasleep hiervan. En ik zou zeggen, ik ga mijn straf uitzitten, maar het is mijn uitstel. Die video, is dat het nu waard geweest? Dat taal. Ik zou het nog een keer opnieuw doen. Ik heb gedaan wat de samenleving dacht. Ik heb gesproken voor wat heel veel mensen dachten. Ik ben nog steeds super blij dat ik dat gedaan heb. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.